Goed, dames en heren. We gaan eens kijken of er vragen zijn. Lalibel, zijn er vragen binnengekomen? Ja, zeker. Er zijn wat vragen binnengekomen. De eerste is van Desiree. De betekenis van een woord past zich dus als het ware aan de tijdsgeest aan? Vraagteken. Ja, nou weet je, dat is eigenlijk een soort degeneratieproces wat plaatsvindt. En dat komt omdat wij vaak de taal waarin die heilige boeken geschreven zijn, hè, dat kan het Hebreeuws zijn of het Oud-Grieks of het Sanskriet, dat voor ons een dode taal is. En dan moet je altijd maar op basis van vergelijkende taalwetenschappen proberen te achterhalen wat zo'n woord nou precies betekent. En als dat woord een bepaalde gedachte overbrengt en in de loop van de jaren, dan raakt men de werkelijk betekenis kwijt van dat woord. Dus die gedachte die degenereert, dan gaat dat woord op een hele andere manier gebruiken. Kijk, woorden zijn uiterlijke hulpmiddelen om gedachten over te brengen. En soms kan men die gedachten niet meer goed vatten. En dat woord blijft wel bestaan, maar er komt dan een andere betekenis aan. En dat is een proces dat we eigenlijk heel vaak zien plaatsvinden, omdat de mensen de oorspronkelijke leer, los van de gedachte, maar de oorspronkelijke leer niet meer kunnen begrijpen, gaan op hun eigen persoonlijke manier antropomorfisch, hè, dus vanuit hun eigen persoonlijke standpunt gaan interpreteren, en dus ook de betekenis achter de woorden een beetje vergeten en loslaten. En is dat dan ook iets wat altijd moet gebeuren, of hoeft dat in principe niet? Is dat een natuurlijk proces? Het hoeft niet te gebeuren, denk ik, maar het gebeurt wel heel vaak. Kijk, op het moment dat de leraar er is, die verspreidt vaak zo'n groot licht. En bij eventuele problemen kan je die vraag aan de leraar stellen van wat bedoel je nou of wat is dit nou? En als die leraar zijn leerlingen goed heeft opgeleid, dan zullen die leerlingen, als de leraar vertrokken is, nog diezelfde geest van waarheid en spiritualiteit bij zich hebben. En kunnen hun leerlingen ook weer bij eventuele problemen vragen gaan stellen. Maar de eerste leraar, dus bijvoorbeeld de Boeddha die iets begon, of in ons geval mevrouw Blavatsky, of de profeet Mohammed, en zo kan ik er nog een paar noemen, die hadden van nature zo'n groot licht, dat waren degenen die de grondtoon aansloegen. En hun leerlingen, ja, die moeten maar proberen op dat niveau te komen. En de leerlingen van die leerlingen, van die leerlingen, die moeten ook maar weer proberen op datzelfde niveau te komen. En vandaar dat je ook ziet dat na een loop van een tijd er een nieuwe boodschapper komt die eigenlijk de gedegenereerde leer weer probeert recht te zetten. Kijk, die verschillende heiligen of boeddha's of avatars of profeten, hoe je ze wil noemen, die zeiden nooit mijn voorganger, die had het bij het verkeerd eind. Maar ze zeggen, kijk eens, dit werd ermee bedoeld. Als je bijvoorbeeld de geheime leer leest van mevrouw Blavatsky, dan zou ze nooit zeggen van dat Sankaracharya in India het bij het verkeerde eind had, of dat Boeddha het bij het verkeerde eind had. Maar ze zegt eigenlijk, wat bedoelde ze nou? Wat was de betekenis van hun optreden? En dan blijkt dat ze in feite alle hetzelfde zeggen, maar dat na zoveel generaties hun volgelingen de ware betekenis verloren hebben. We moeten alleen, denk ik, dat is onze dure plicht, zou ik bijna willen zeggen. We moeten alleen proberen om de leer zo zuiver mogelijk te houden. Vandaar dat wij binnen het Theosofisch Genootschap Point Loma er heel streng op zijn. Sommigen van ons vinden dat een beetje te overdreven, maar wij zijn er heel streng op. Dat we bijvoorbeeld niet in de boeken van bijvoorbeeld een Blavatsky of de Peruker zelf gaan zitten schrappen. Tot we zeggen, nou die alinea, dat heeft hij daar ook al gezegd, laten we die maar weghalen of zo. Of dat woordje, dat klinkt wat hard, laten we dat veranderen. Nee, dat is de boodschap van de leraar en die moeten we zo zuiver mogelijk houden. Dus we moeten de leer zuiver houden, de schakel ononderbroken maken. Houden. En dan hopen we dat de leer niet degenereert. Ja, dus we hebben daar eigenlijk allemaal een rol in. Om die zo zuiver mogelijk te houden. Ja.
Kijk, niemand hoeft natuurlijk het met ons eens te zijn. Je hoeft helemaal niet te zeggen, nou, die televisie, dat is het. Maar zeg dan, oké, dit is mijn visie. Maar laat de oorspronkelijke theosofie zoals ze is. En ga niet een boek schrijven met hele andere ideeën. En je zegt wat de theosofie is. Of dat mevrouw Blavatsky dat zegt. Want dan ga je dus de boel onzuiver maken. Oké. Oké. Een volgende vraag. Dat gaat over de Bijbel. Weet u misschien hoe er gekomen is tot de samenstelling van de boeken in de Bijbel? Dus welke boeken er dus wel en niet in de Bijbel zijn opgenomen? En waarom dan die van Thomas er niet in zijn opgenomen? Ja, weet je, we krijgen straks een kabinetsformatie. Nou, dat gaat er rustig aan toe, vergeleken bij de verschillende concilies die de boeken van de Bijbel moesten samenstellen. Dat waren vreselijke discussies en zo. En soms werd er een boek wel ingehaald en dan werd er uitgehaald. En, dat was gewoon mensenwerk. Persoonlijkheden die tegenover elkaar zaten. En dat was dus helemaal niets heiligs. Kijk, Biblia betekent ook boeken. En er waren tientallen evangeliën. Er waren tientallen Hebreeuwse geschriften. Het boek Job bijvoorbeeld is op een hele rare manier in de Bijbel gekomen. Dus eigenlijk van Egyptische oorsprong. Het zit er ook op een hele rare plek in die Bijbel. Kortom, dat was gewoon mensenwerk. Vergaderen, stemmen. Doen we dit wel, doen we dat niet. En het Thomas-evangelie is eigenlijk, zover de wetenschappers niet weten, het oudste bekende evangelie. Waarschijnlijk gaat het terug op een nog ouder evangelie. Maar daarin vind je dus gedachten die bijzonder interessant zijn. En die het niet gehaald hebben in de Bijbel. Bovendien zijn er in de evangelieverhalen en ook in de brieven van Paulus, dat is door vele geleerden aangetoond, een heleboel interpolaties gepleegd. Hè. Ze hebben gewoon dus zinnen erbij gezet en andere zinnen weggelaten. Daar zijn talloze voorbeelden van te geven. Dus de Bijbel is op zich een boek dat heel veel waarheid bevat, maar je moet het wel weten te lezen. En je moet ook kijken waar er echt corruptie heeft plaatsgevonden. En bij alle nieuwe vertalingen wordt er een klein beetje minder van de waarheid weergegeven. Men heeft nu weer een nieuwe vertaling en dan verandert men het woord God in zij of zo. Waarom? Daar staat in het Oude Testament Elohim. Meervoud. Dus als je het dan echt goed wil vertalen, maak er dan zij meervoud van, maar niet zij vrouwelijk. Want dan zit je op dezelfde verkeerde spoor als wanneer je er een mannetje van maakt. Maar goed, je moet dan wel de juiste Hebreeuwse betekenis hebben. Je moet dus kennis hebben van het Hebreeuws en ook nog een keer kennis van de waarheid en niet dogmatisch zijn en niet geremd worden door de kerken waarvoor je mogelijk werkt. Dus dat is een aardig ingewikkeld proces. Nog één vraag over de Bijbel. Is de Bijbel ook een exoterisch boek? Zonder meer. Het is een exoterisch boek, want alle boeken in feite die openbaar zijn, zijn exoterisch. Hè, dat, als ze dat niet zouden zijn, dan waren het geheime boeken. Dan waren ze esoterisch. En de achtergrond ervan, dus als je de sleutels hebt van een aantal verhalen van bijvoorbeeld het kruisingsverhaal, wat we volgende week gaan vertellen, dan is dat een heel esoterisch verhaal, maar exoterisch, voor iedereen, gepresenteerd. En het moet eigenlijk, al die exoterische verhalen, het moet onze intuïtie scherpen. We moeten ons afvragen, wat wordt er nou mee bedoeld? Waarom zegt Jezus nou op een gegeven moment, mijn Heer, mijn God, waarom heeft hij me verlaten? Waarom staat het in het Hebreeuws? Heel die stuk staat in het Grieks, alleen dat ene zinnetje staat in het Hebreeuws. Waarom doet hij dat nou? En dan zet hij een verkeerde Griekse vertaling bij. Waarom is dat? Dus het zijn exoterische verhalen, maar het moet ons verwondering wekken, zodat wij op basis van zelf na te denken, intuïtief proberen achter die waarheid te komen. Volgende week gaan we u de sleutel geven waarom die nou zegt, mijn Heer, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is een beetje klantenbinding, had ik niet doen.
een volgende vraag gaat ook nog over exoterische boeken. De vraag is eigenlijk of de geheime leer ook een exoterisch boek is. En dat zodra je dus met de juiste interpretatie en inzicht dat boek bestudeert, dat je er esoterische leringen uit kan halen. Het is meer een vraag van, klopt dat? Ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook ten aanzien van de Bijbel zei. Ja, je kan die geheime leer 100 keer lezen. Je kan hem helemaal uit je hoofd leren, bij wijze van spreken. Maar als je de sleutel niet hebt, dus als je niet begrijpt wat er bedoeld wordt, en mevrouw Blavatsky zegt zelf dat ze, dat er eigenlijk 7 sleutels zijn, en zij heeft er hooguit 3 of 4 gegeven. En elke sleutel kan je nog eens een keer 7 keer omdraaien. Dus je zou eigenlijk 49 interpretatiesniveaus hebben. Ze zegt ook aan het eind van de geheime leer dat het nog maar het begin is. Hè, dat er nog veel meer te geven is. Maar inderdaad, als je intuïtief bent en goed leest en probeert zelf na te denken en misschien te combineren met andere gedachten die je hebt, dan kan je ontzettend veel esoterische wijsheid uit de geheime leer hebben. Maar iemand die dat niet doet, of het gewoon als een romannetje leest of zo, die haalt er geen wijsheid uit. Dus het is afhankelijk van je eigen inzicht, eigen nadenken, hoe intuïtief ben je. En de geheime leer, het is een heel moeilijk boek. Dus als je dat alleen doet, dan ben je echt wel van goede huizen als je daar heel veel wijsheid uit haalt. Want vaak als je er met elkaar over praat en met elkaar probeert de woorden te begrijpen wat erachter zit, dan kom je tot hele interessante ontdekkingen die je misschien alleen er niet uitgehaald. Ik heb hier ook nog een vraag over de tijdsgeest. Hoe kijk jij daarnaar? Heb jij het idee dat de tijdsgeest zeg maar degenereert? Of heb je het idee dat dat niet zo is? Ja, dat kan je heel erg klein zien. Dus in 1 of 2 jaar. Je kan het ook ruimer zien. Als je het bekijkt vanuit het hele grote perspectief van de evolutie van de mensheid, dan kan je stellen dat we op de opgaande boog zitten. Hè? Dus we hebben het dieptepunt van de stoffelijke evolutie gehad en zijn bezig met het ontwikkelen van de meer spirituele aspecten in ons. We zijn relatief gezien daar nog maar kort mee bezig. Binnen die opgaande boog heb je ook weer cycli, waarin je ook weer een beetje afdaalt en dan weer omhoog gaat. En in die opgaande boog, zou je kunnen zeggen, zitten we in een wat kleinere, neergaande cyclus. Maar die zal ook weer binnenkort veranderen en die zal ook weer omhoog gaan. Dus we zitten in een overgangsfase, denk ik. Een hele belangrijke overgangsfase, waarin heel veel afhangt van het feit of we in staat zullen blijken te zijn het donkere materialisme, zoals dat in de 19e eeuw eigenlijk ontstaan is en in de 20e eeuw verder is uitgebouwd. En met materialisme bedoel ik nog ineens zozeer het feit dat mensen graag stoffelijke welvaart willen hebben, maar ook dat ze denken dat het leven voortkomt uit de stof. He, of we dat om weten te bouwen, om weten te turnen naar een meer spirituele visie op het leven. En weet je, dat is ook afhankelijk van onze eigen vrije wil, in hoeverre wij mensen in staat zijn om dat te doen. Het is afhankelijk van wat wij als theosofen wereldwijd aan ideeën bekend kunnen maken. En je moet goed onthouden, de tijd maakt niet de mens, maar de mens maakt de tijd. Dus de mens kleurt de tijd. Dus zelfs in een neergaande boog, als de mensheid vanuit een spirituele visie leeft, kan je een mooie beschaving opbouwen. Dus als wij in staat blijken te zijn om, zeg maar, en er zijn tekenen gelukkig van mensen die dat proberen gestalte te geven, als we proberen vanuit een spirituele visie, met zorg en verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van onze omgeving, het milieu, de dieren enzovoort, als we, en onze medemensen uiteraard, als we dat proberen vorm te geven, dan zullen we langzaamaan verder stijgen op die lichtende boog. Dus ik heb niet de wijsheid om precies te zeggen waar we zitten. Ik weet alleen dat het afhankelijk is van onze eigen inspanningen en
daar moet iedereen bij zichzelf over nadenken of die voldoende doet om die spiritualiteit, om dat mededogen, om die meer lichtende krachten in de wereld gestalte te geven. Ik heb hier nog een vraag over exoterische en esoterische boeken. Zojuist werd er een onderscheid gemaakt tussen de heilige boeken die exoterisch zijn. Zijn de esoterische boeken dan geheime boeken die geheim moeten blijven? Klopt dat? Ja, bijvoorbeeld de geheime leer, dat is nu een boek dat je gewoon in de boekwinkel kan kopen. Het staat zelfs op het internet, dus iedereen kan dat lezen. Dat is geen geheim boek. Maar de stanza's waarop het gebaseerd is, die zijn afkomstig van een geheim boek. Het boek van Zian heet het, een Tibetaans boek. Gablowatsky in de 19e eeuw, ik weet niet hoe het nu is, dat in Tibetaanse kloosterbibliotheken wel stond, maar dat niet zeg maar algemeen bekend is. En zo zijn daar ongetwijfeld vele boeken, geheime boeken, in de verschillende mysteriescholen, die nu misschien niet openbaar zijn, maar die nog bewaard worden, die niet voor de huidige mens geschikt zijn, omdat ze waarschijnlijk te diepgaand zijn. Kortom, er is een heleboel kennis, al dan niet in boekvorm, die nog niet aan de mensheid gegeven kan worden. Simpelweg omdat we nog niet in staat zijn het te begrijpen. En als we het dus zouden krijgen, het verkeerd zouden interpreteren en er alleen maar ellende uit voort zou komen. Alles wat nu openbaar is, is strikt genomen niet esoterisch meer. He, want anders was het geheim geweest. Alleen zelfs exoterische boeken kunnen, zoals we er net al zeiden, esoterische wijsheid bevatten. Als je maar de sleutel hebt om het verhaal te lezen. Ja? Ja. Dat is nog een opmerking tussendoor ook. Dat het lijkt dat ware religie en theosofie hetzelfde doel beogen. Meer een opmerking tussendoor. Zeker, kan ik onderschrijven. En ik kan daaraan toevoegen, ware filosofie en ware wetenschap ook. He? En dan gaat het vooral om dat waarde. He? Ja. Ja, en wat wel leuk was, daarop volgde nog een opmerking over Harry Potter. Okay. Dat Harry Potter in wezen ook veel diepgang heeft. En de vraag, kunt u daar iets over zeggen? Nou, volgens mij past dat wel in jouw straatje, als ik het goed heb. Ja, dat is een... Ik zou bijna zeggen een stokpaardje van mij, want ik ben een grote Harry Potter fan. En ik denk inderdaad dat daar heel veel esoterische wijsheid in die boeken zit. En het interessante is dat het hele idee, het hele plot van die 7 boeken met talloze karakters aan de schrijver, Rowling's, werd gegeven, of dat ze dat idee opdeed in een treinreis van Manchester naar Londen. Nou, dat is geloof ik 2 uur of zo. Dus mijn interpretatie is altijd dat vanuit de Loge van Wijze de Mededogen dat idee aan haar werd voorgehouden. En dat zij dat heeft uitgewerkt met haar enorme schrijverstalenten. En want je kan dat ook wel aan iemand anders voorhouden, maar als hij niet kan schrijven, ja, dan wordt het nog niks. Met het gevolg dat wereldwijd miljoenen mensen en jonge mensen nadachten over zaken als van, wat is verantwoordelijkheid? Wat is dood? Wat is leven? Kan je je ziel verliezen? Enzovoort. Er werden hele diepgaande discussies gevoerd en worden nog steeds gevoerd, denk ik, over dit soort zaken. Met andere woorden, hè, die boeken van Harry Potter hebben een heleboel dingen wakker gemaakt, hebben de intuïtie van jonge mensen, maar ook ouderen die boeken lazen, gescherpt. En daardoor hebben ze, naar mijn inzicht, een opening gecreëerd voor esoterische waarheden. En hetzelfde zag je bij Shakespeare. Hè? En wij denken dan Harry Potter, ja, dat zijn kinderboeken. Nou, vergeet het, daar zit heel veel wijsheid in. Daar zit heel veel waarheid in. Mits je ook nu weer ze als mythe ziet. Hè? Net zoals je de mythe van Orpheus of de mythe van welke mythe dan ook. Als je die ziet als een verhaal waarachter een bepaalde waarheid schuilt,
dan denk ik dat Harry Potter de moderne mythe zijn die heel veel waarheid bevatten. Ja, nou, dat was het voorlopig voor nu voor voorlopig. Vragen. Misschien kunnen we dan verder, denk ik. Goed, dankjewel. Bedankt voor de vragen. En dan gaan we naar deel 2 van de lezing. Goed, dames en heren. U begrijpt, hoop ik, dat het voor mij onmogelijk is om gedetailleerd alle heilige boeken te bespreken. Alleen al in India heb je daar zoveel dat niemand ze waarschijnlijk allemaal gelezen heeft. Dus als we zelfs maar bij benadering een lezing of zouden willen geven over die heilige boeken, dan hadden we waarschijnlijk aan één seizoen nog niet genoeg. Maar laat ik in ieder geval trachten enkele kerngedachten aan te reiken, waaruit blijkt dat achter het verhaal, achter de uiterlijke betekenis van zo'n passage in een heilig boek, de innerlijke waarheid zit. En wat die waarheid voor u zou betekenen als u die in uw leven toepast. Waar komen we vandaan? Dat is de eerste belangrijke vraag waarvan we het antwoord in de heilige boeken zouden moeten vinden. Het antwoord zit vaak verheven in een verhaal, in een mythe. Je moet die heilige boeken lezen als mythe, zoals de mythe van de Grieken of van de Romeinen, of zelfs in Afrika of in China of in Japan te vinden zijn. Geen letterlijke verhalen en zeker geen historische verhalen. Er is nooit een koning David of een koning Salomo geweest. Krishna heeft nooit op het slagveld Arjuna onderwezen wat door een alziende verteller opgeschreven zou zijn in de Bhagavad Gita. Verhalen zijn het, beeldspraak, waardoor je heen moet kijken, wil je het spirituele licht zien. Maar nu, als je een studie maakt van die boeken, dan merkt u dat er nooit sprake is van een schepping, zoals wij dat tegenwoordig opvatten. Alsof uit het niets iets gemaakt zou kunnen worden. Dat is ongerijmd. Dat is strijdig met de logica, strijdig met elk intuïtief besef. Het is zo dat iets wat al bestaat, opnieuw verschijnt. Maar staat er dan niet in de Bijbel, vraagt hij zich misschien af, dat wij geschapen zijn, dat wordt ons toch zo op de zondagsschool geleerd. Maar lezen we wel goed? Lezen we met verwondering? Of houden we ons vast aan de vastgeroeste interpretatie van de priesters en de dominees en de imams en de pandits en de rabbis, of hoe ze ook mogen heten, die ons willen doen geloven dat we door een God geschapen zouden zijn? Wie is dan die God? In de Bijbel, in de Nederlandse vertaling, komt dat woord God een paar keer voor, maar het is eigenlijk steeds een ander Hebreeuws woord of een ander Grieks woord dat met hetzelfde Nederlandse woord God vertaald wordt. In het eerste Bijbelboek staat dat God de wereld geschapen zou hebben. Maar is dat een goede vertaling? Nee, is het antwoord. Want in het Hebreeuws staat Elohim. En Elohim betekent goden. Het is een bijzonder woord, maar het is in ieder geval een meervoudig woord. En wat lezen we dan in Genesis, het eerste Bijbelboek? De geest Gods, dus de geest van de Elohim, zweefde boven de wateren. En wat zijn dan die wateren? Let op, het zijn mythen. Het zullen toch niet de wateren zijn wat wij water noemen? Nee, die wateren zijn hetzelfde als wat de Grieken de chaos noemden. De ongemanifesteerde werelden, ongemanifesteerde wezens. Ja, want alles is in essentie een levend wezen, is bewustzijn. En die ongemanifesteerde werelden of wezens, die werden door de geest van de goden gewekt. Dat beeld komt overheen met andere mythen. Iets wat slaapt, wordt door een impuls van binnenuit gewekt. Er is geen sprake van schepping, maar er is sprake van een weer ontwaken. Er is ook geen monotheïstische God. Er is sprake van grenzeloosheid, van oneindigheid. En ieder wezen
is een onderdeel van die grenzeloosheid. Zelfs niet is er sprake van een monotheïstische god in de meest monotheïstische godsdienst die er is, de islam. Althans niet volgens de esoterische interpretatie. Allah, zoals de Koran zegt in de laatste sura, is niet verwekt, nog verwekt hij. Let goed op, hij is niet verwekt, dus hij is niet ontstaan. En hij verwekt niet. Hij doet niet ontstaan. Hij schept dus niet. Wat is dan dat iets dat niet verwekt en niet verwekt is? Is dan een wezen? Laten we eens verder kijken naar de zogenaamde shahada, wat men wel de geloofsbeleidenis van de islam noemt. Hè? La ilaha illallah. Meestal wordt dat vertaald, maar is geen god dan god. Maar letterlijk staat er, er is geen god, er is één god. Een ontkenning en een bevestiging in dezelfde zin. Dat zou ons al tot nadenken moeten stemmen. Wat kan dat zijn? Allah is het al. Alles wat was, is en zal zijn. Het is het grenzeloze. En daarom staat er ook in diezelfde Koran, waarheen ge zich ook wendt, daar is Allah's aangezicht. Overal is Allah, oost, west, boven, beneden. En ik kan u nog vele andere passages uit de Koran geven waarin dit beeld bevestigd wordt. Het idee van het grenzeloze vind je terug in hindoeïstische heilige boeken, de Upanishads. Dat trouwens letterlijk betekent neerzitten bij, je zit neer bij je leraar. En in die Upanishads vind je termen als para Brahman, voorbij Brahman. En Brahman is de hoogste godheid, dus para Brahman daar voorbij. Duidend dus op de eindeloze, de grenzeloze ruimte van het zijnde. Het wordt ook in diezelfde Upanishad stad genoemd. Dat niets anders betekent dan dat. En toch, tat twam asi, gij zijt het grenzeloze. We zijn er altijd geweest en we zullen er altijd zijn. In het Chinese heilige boek, de Tao Te Ching, wordt het grenzeloze uitgedrukt met het woord Tao. En zo lezen we dan, het Tao dat genoemd kan worden, is het ware Tao niet. Nee, op het moment dat je het een naam geeft, begrens je het. Maar er is grenzeloosheid. En als Allah, of Tao, of Parabrahman, of dat, of hoe je het ook wil noemen, het grenzeloze is, dan horen wij erbij. Want het grenzeloze heeft logischerwijs geen grenzen. Dus zijn we dan überhaupt ontstaan? Zijn we geschapen? Of zijn we er altijd geweest? Ik zou zeggen, geef jezelf het antwoord maar. En hoe voor de hand ligt het dan dat we klaarblijkelijk onze oorsprong vergeten zijn? Denkt u aan die parabel uit het Nieuwe Testament van de verloren zoon. We zijn dwalend. We weten de weg niet meer. Maar, zoals je op vele plaatsen in de Koran kunt lezen, naar hem, hè, naar Allah, keren we terug. Dus onze bestemming is hetzelfde als onze oorsprong. Nu is dat ook beeldspraak, want we hebben Allah nooit verlaten. Hoe kun je het grenzeloze verlaten? Als dat zou kunnen, dan was het grenzeloze niet meer. Nee, onze terugweg is een kwestie van herinneren. We moeten ons herinneren wie we zijn. Ons weer bewust worden van wat we zijn. Dus onze hele grote evolutietocht was om ons te verrijken met ervaringen, daardoor te groeien in bewustzijn en in wijsheid en dan weer opgenomen te worden in dat grenzeloze, dat we in feite nooit verlaten hebben. En dan komt de belangrijkste vraag, hoe doe je dat? Hoe keer je symbolisch terug naar het ene? Wel nu, op dit punt verschillen de heilige boeken nooit, althans nooit essentieel. Die terugweg is het leven van de ethiek. Het persoonlijke verheffen tot het bovenpersoonlijke. Het onvolmaakte te verheffen tot het vervolmaakte. Alleen de boeken spreken tot kinderen, tot beginnelingen. Exoterisch. En daarom, het zijn geen mensen die tot de innerlijke kring behoren. En daarom hebben we soms nog regeltjes nodig
verboden en geboden. He, zo worden er 10 van die geboden gegeven aan ons in het Oude Testament. Maar zelfs die op zich eenvoudige regels zijn vaak nog te moeilijk voor ons. Want het is opmerkelijk dat hoe in een christelijk land, waar de meeste mensen in de Bijbel geloven en zeggen christelijk te zijn, hoe kan het dat daar een hoop gelovigen met automatische wapens in hun auto's rijden? Wapens waarmee je vele mensen kunt doden. Hoe is dat te rijmen met het 4e gebod? Waarschijnlijk betrekken ze dat gebod alleen maar als het gaat om het ongeboren kind. In de islam zijn 5 zuilen. Ook hulpmiddelen die ons moeten leren de ethiek te leven. De Bhagavad Gita is een prachtig voorbeeld van hoe inspirerend een leraar zijn chela kan leren hoe te denken en hoe te gedragen. Niet door vastomlijnde denkbeelden of door verboden en regels, want die verboden en regels zijn eigenlijk voor de zwakkere mens, maar door inzicht te geven en daaruit conclusies te trekken. Misschien is het ontbreken van inzicht, van werkelijk begrip, de reden dat de ethiek van de aanhangers van die exoterische godsdiensten zo zelden in de praktijk wordt toegepast. Want je kunt je afvragen, waarom lukt het zo slecht om mensen die zeker in een heilig boek geloven ook de ethiek te laten leven? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ze de betekenis niet hebben begrepen, vanwege een antropomorfische interpretatie. Een antropomorfische interpretatie ook van een god. Wat bedoelen we? Wel, terwijl de esoterische leer alles in de mens zelf plaatst, ja, wetend dat alles in ons zit, dat wij het grenzeloze zijn, dat we alle vermogens hebben die we allengs moeten ontwikkelen, dat we die uit onszelf moeten halen, daar plaatst de exoterische leer, of de mensen die die dode letterinterpretatie aanhangen, die plaatsen alles buiten ons. Alsof die verhalen in die heilige boeken niet met ons te maken hebben. Alsof dat dingen uit het verleden zijn. Dan wordt de godheid buiten ons geplaatst. Dan maken we ons afhankelijk van een god. Dan hebben we genade nodig. Dan moeten we bidden voor onze zaligheid in plaats van te handelen. Het meest schrijnend is wat dat betreft de leer van de kruisiging van Jezus, die voor onze zonde gestorven zou zijn. En alleen door geloof in het feit dat hij gestorven voor ons zou zijn, zouden we gered kunnen worden. Een typisch voorbeeld van het buiten jezelf plaatsen van de leer. Het houdt goed. Alles wat u in die heilige boeken leest, heeft op uzelf betrekking. U bent het. Dus als we over de kruisiging van de Christus praten, dan hebben we het over onszelf. Maar dat is een onderwerp dat we geheel en al volgende week met u zullen bespreken als we over de paasinwijding praten. Maar nu moeten we nog stilstaan bij die heilige plekken. Want dat zit ook in onze titel. 2 onderwerpen in 1 lezing. Logisch dat we weinig tijd hebben. Maar we doen ons best. Welnu, als er sprake is van grenzeloosheid, van het ene leven dat alles doordringt, dan is daar dus nergens dode materie. Dan leeft de aarde ook, zo goed als de zon leeft en de overige planeten. Alles is een levend organisme. De aarde wordt vanwege onze hebzucht vreselijk gemarteld en uitgebreid. Omdat we menen, en nu halen we een ander heilig boek aan, de Gathas uit Perzië, waarin de avatar Zarathustra optreedt. U ziet, er zijn een heleboel heilige boeken. Wel, die aarde wordt gemarteld, zegt Zarathustra, omdat wij menen dat wat niet klaagt, ongestraft uitgebuit kan worden. En we horen de aarde niet klagen. Zie hoe actueel dat duizenden jaren oude boek nog steeds is. Maar wat duidelijk uit die kadas blijkt, is dat de aarde een levend wezen is. En als we zeggen een levend wezen, dan bedoelen we niet dat die ecosystemen op aarde bestaande uit mineralen, planten en dieren,
die als de mensen niet verstoort in een dynamische harmonie leven, maar we bedoelen dat achter die fysieke planeet leven of bewustzijn schuilt. De aardgeest zou je het kunnen noemen. De aarde is dan ook veel meer dan alleen maar die fysieke bol, precies zoals de mens veel meer is dan alleen zijn lichaam. Ja, dit schema dat passen we meestal toe op mensen, hè, het menselijke bewustzijn, het fysieke voertuig van de mens, het stula sharira heet dat in het Sanskriet. Dat is eigenlijk het enige wat we zintuigelijk kunnen waarnemen, maar daarachter zitten nog een heleboel andere gelaagdheden. Daar zit in ieder geval achter het linga sharira, het astrale lichaam, het modellichaam, dus ons uiterlijk lichaam is gemodelleerd, ja, naar dat linga sharira. Vorige week hebben we daarover gesproken. Wel precies zo is de fysieke aarde, ja, het stula sharira van de aarde, dus de fysieke aarde die we kunnen waarnemen, daarachter zit evenzeer een mal, een astrale mal, een astraal voertuig, het linga sharira van de aarde. Dit schema is dus even goed toepasbaar op de planeet aarde als op de mens, als op trouwens elke manifestatie. Nu kunnen wij dat astrale lichaam van de aarde, het astrale licht wordt het wel genoemd, maar dat omvat feitelijk nog meer dan alleen maar dat linga sharira, maar laat even rusten. We kunnen dat astrale lichaam niet waarnemen. Althans, we kunnen het niet met onze fysieke zintuig waarnemen. Maar we kunnen het wel met ons gevoel waarnemen. Met het astrale aspect in ons. Het is een soort instinctief waarnemen. Te vergelijken met het instinct van dieren, die trouwens dit aspect vaak beter ontwikkeld hebben dan wij. Honden kunnen daarom hun baasje op grote afstand weten te vinden. Dit gevoelsaspect kun je omschrijven als een antenne waarmee je je omgeving aftast, waarmee je de atmosfeer proeft. Ik denk dat we alle die ervaring wel kennen. Je komt ergens voor het eerst en je voelt onmiddellijk een bepaalde weerstand. Het voelt niet goed. Nou, het tegenovergestelde doet zich natuurlijk ook voor, gelukkig. Je komt voor het eerst op een plek waar je nog nooit geweest bent en onmiddellijk voel je je er thuis. Nu kunnen wij niet alleen die astrale omgeving aftasten. We maken simpelweg door onze aanwezigheid er ook indrukken in. We drukken onze gedachten, onze begeerten, onze gevoelens, emoties af op dat astrale gebied. We maken dus ook een sfeer. Dus als we bij ons thuis bepaalde meubels kopen, bepaalde inrichtingen, bepaalde kleur, bepaalde schilderijen ophangen, een kaarsje maken en denken dat dat de sfeer bepaalt, dan is dat nou voor een deel waar, want het meeste wordt bepaald, en die uiterlijke dingen zijn er natuurlijk een uitvloeisel van, maar het meeste wordt bepaald door onze aanwezigheid daar, door ons bewustzijn daar. En die sfeer kan zelfs nog jaren en jaren nadat we van die plek zijn weggegaan, blijven hangen. Ik heb ooit van een van onze Duitse vrienden het volgende verhaal gehoord, die dat prachtig beschrijft. Een jonge moeder wandelde elke dag met haar baby in de kinderwagen. En steeds als ze bij een bepaalde plek kwam, begon die baby te huilen. Moeder begreep er niets van. Er was niets bijzonders te zien. Totdat ze erachter kwam dat op die plek ooit een slachthuis had gestaan. Ja? En u kunt zich enigszins voorstellen, denk ik, die sfeer aanvoelen van zo'n slachthuis waar duizenden en duizenden koeien en varkens gedood zijn. Wel, die sfeer hing er nog steeds en daarom begon die baby te huilen als ze op die plek waren. Zo hebben velen ook een onheimisch gevoel als ze op bezoek zijn in de Elzas of elders in Frankrijk, waar die loopgraven waren tijdens de Eerste Wereldoorlog en waar nu allerlei herdenkingsplekken zijn. Tienduizenden jonge mannen zijn daar gesneuveld. Dat is daar vreselijk geleden. En hoewel het meer dan een eeuw geleden is, hangen die angstgedachten nog steeds in die sfeer. Dat wil zeggen, het astrale gebied is nog steeds ervan doordrongen. En daarvoor gevoelige mensen
die ervaren dat onmiddellijk. Wel nu, als dit geldt voor negatieve gebeurtenissen, dan geldt het ook voor positieve gebeurtenissen. En dat is de achtergrond van vele pelgrimstochten in met name India, waar mensen trekken naar plekken waar heilige mensen hebben geleefd en onderwezen, waar ze een school hadden gesticht. Hun heiligheid is als het ware ingetrokken in die sfeer daar. En door daar te vertoeven, stem je je af op die sfeer. Daar mediteren en studeren kan dus een gunstig effect hebben. Nu kan je de vraag stellen, zouden die mensen zomaar op elke willekeurige plek geleefd en onderwezen hebben, een school gesticht hebben, of zouden ze daar een speciale reden voor gehad hebben? Een speciale reden waarom ze op die bepaalde plek hun verblijfplaats hadden? Wel, die vraag proberen we na de pauze te beantwoorden. Maar eerst is er weer een korte pauze van 3 minuten. Stelt u uw vragen en dan proberen we die weer na de pauze te beantwoorden. Goed, dames en heren, daar zijn we weer. Klaar voor uw vragen. Laliwel, zijn er vragen gesteld? Zeker. De eerste vraag die was binnengekomen over dit deel is wat er wordt bedoeld met dat God niet kan creëren. Oké. Ja, niemand kan creëren, althans in de betekenis die er in de monotheïstische godsdiensten aangegeven wordt, namelijk uit het niets iets maken. Dat is een ongerijmdheid, vinden wij. Je kan het woord wel creëren gebruiken in de betekenis van vormen of iets maken, maar er is altijd iets wat door een wezen tot iets anders wordt vervormd of gevormd. En dus de gedachte dat uit het niets iets gemaakt kan worden, dat vinden wij een ongerijmdheid. En in die zin kan God, of wie dan ook, niet scheppen. Oké. Een volgende vraag die ging over ethiek. Of je dat woord iets verder zou willen verklaren van wat we daar nou eigenlijk onder verstaan. Ja, dat is een hele mooie vraag. Dat geeft mij de gelegenheid te zeggen, kijk eens, vaak wordt ethiek beschouwd als onderlinge afspraken tussen mensen. Hè? Van laten we nou elkaar een beetje respecteren en laten we een beetje aardig voor elkaar zijn. En dat kan een vorm krijgen in menselijke wetten en misschien in bepaalde regels die vanuit de kerk of vanuit de gemeenschap worden gegeven. Maar wat wij van ethiek vinden, dus vanuit de Theosofia, zeggen we dat het in feite een weerspiegeling is van de universaliteit van de kosmos. Kijk, het hart van het universum is wijsheid, liefde. En die wijsheid en die liefde, die straalt als het ware door de hele kosmos uit. En als wij mensen ons daarop afstemmen, dan handelen we ethisch. Dan handelen we deugdzaam. Dus het woord deugd, dat is een beetje een ouderwets woord, is daar ook van afkomstig. Het is dus niet zozeer het volgen van regeltjes, maar het is eigenlijk je scharen in het grote geheel. In het grote geheel dat zijn bron heeft in wijsheid, liefde. Of liefde, wijsheid. En als je daar bij stilstaat, dan zou je automatisch en van nature je medemensen respecteren en liefdevol behandelen, dan zou je van nature samenwerken. Dan zou je van nature mededogend zijn, anderen helpen, enzovoort. Dat is de ethiek. Dan hoeft het niet opgelegd te worden, maar dan komt het van binnenuit. En alle theosofische leringen zijn eigenlijk argumenten voor die ethiek. Want als je de consequenties daaruit trekt, dan zie je altijd dat hart van het universum daarin, wijsheid, liefde, of liefde, wijsheid. En dat stimuleert je dus om volgens die kosmische, mededogende principes te leven. Een volgende vraag die daar denk ik heel erg goed op aansluit, is over, ik stel hem wel gewoon gelijk. In welke zin plaatst men alles in de mens zelf bij de esoterische leer? Ja, kijk, weet je, het hart van ieder menselijk wezen
is hetzelfde als het hart van het universum. En in India zei men, of zegt men, tat twam asi, gij zei dat, gij zei het grenzeloze. Wij zijn de Godheid. Wij zijn alles wat er in de natuur is. U is gegeven alles in de hemel en op aarde. Het zit in ons. Alleen de exoterische godsdiensten, die vaak de boel antropomorfisch interpreteren, en dat wil zeggen dat ze het vanuit een klein menselijk standpunt interpreteren, voelden zichzelf onmachtig. Ze dachten, wij zijn niet in staat om iets te bereiken. Daarvoor hebben we een god nodig of goden, dus we moeten tot God of de goden bidden. En dan plaats je het buiten jezelf. Dus de verhalen, de mythe, zag men als voorbeelden waar je dan wellicht wel lering uit kon trekken, maar ze zagen het als voorbeelden die in het verre verleden hebben plaatsgevonden. Ja? Dus als we bijvoorbeeld over de mythe van Orpheus praten, of van Orpheus die de onderwereld inging, de Hades, dan is het nou misschien een grappig verhaaltje. Nee, wij zijn Orpheus. Wij zijn Prometheus. Wij zijn alles wat er in zo'n mythe gebeurt, moeten we in onszelf houden, op onszelf betrekken. Dan leren we daarvan. En dan zijn het niet leuke verhaaltjes. Nee, dan zijn wij het. Dus als ik het op de moderne mythe van Harry Potter wil betrekken, wij zijn Harry Potter. Wij kunnen kiezen om de gemeenschap te dienen en onszelf daarvoor op te offeren. Zelfs als dat de dood tot gevolg heeft, wat hij deed in deel 7 van Harry Potter. Of we kunnen, als een van die andere figuren, ons terzijde houden en ons overgeven aan zelfzucht, aan angsten enzovoort. Dus dan heeft het waarde als je het in jezelf ziet plaatsvinden. Eigenlijk is de volgende vraag hier ook, denk ik, weer heel goed aan te koppelen. Is er een achterliggende gedachte over waarom wezens ervaring moeten opdoen in laag ontwikkelde vorm? Is dat niet een onnodige lijdensweg? Nou, deze vraag suggereert dat wezens ervaring in lagere vorm moeten opdoen. Ik denk niet dat dat moet, want je wordt altijd, volgens de leer van Swabhava, van zelfwording, wordt altijd in je uiterlijke voertuig wat je innerlijk bent. Dus een mens zou zich nooit manifesteren als een dier. Er is wel echter een wet van het mededogen die zegt dat zelfs wanneer je recht hebt op een verhevener staat van bewustzijn, je daar afstand van kan doen en dus in een lagere sfeer blijft, ten einde andere mensen te helpen. Nou, neem bijvoorbeeld de mythe van Prometheus. Een titan. Ja, een van de halfgoddelijke wezens in de Griekse mythologie. Hij stal het vuur van de goden. Gaf dat aan de mensheid. Dat wil zeggen, hij ontwikkelde bij de mensen, door mededogen gedreven, het denkvermogen, dat latent was. Hij maakte die mensen tot mens. Alle kunsten, zo wordt er ook geleerd, waren van die Prometheus afkomstig. Van een wezen dat dus eigenlijk zijn eigen hogere gebied verlaat, naar een lager gebied gaat, om daar mededogend werk te doen. Wat gebeurt er? Hij wordt ook door Zeus aan de rots vastgeketend. Ja, dus het symbool dat hij naar een lager gebied afdwaalt, vrijwillig. Om redenen van mededogen. Lees je nou het verhaal in Genesis van de slang, zie je precies hetzelfde. Die slang die spoort de mens aan tot het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat wil zeggen, hij spoort de mens aan tot denken. Het denkvermogen ontwaakt. Wat is de straf? Precies hetzelfde symbool. Zijn poten worden eraf gehaald. Hij moet over de grond kruipen. Hij verlaagt zichzelf tot een lager bewustzijnsgebied. Maar waarom doet hij dat? Om redenen van mededogen. Het is hetzelfde als wij mensen een bepaalde status hebben en toch om redenen van mededogen naar een gebied of naar een sfeer of naar een familie gaan die enkele problemen heeft die wij al lang hebben opgelost. Maar we doen dat omdat we daar dan die mensen kunnen helpen. Met andere woorden, kort antwoord,
We worden altijd wat we innerlijk zijn. Dat is de leer van Swabhava. We kunnen nooit iets anders in ons voertuig worden dan dat we innerlijk zijn. Alleen door vrijwilligheid, door het mededogen dat we kunnen hebben, kunnen we ons in een toestand begeven die we al achter ons gelaten hebben. Maar we doen dat dan om anderen te helpen. Ja, en ik kan me voorstellen dat of je dat dan ziet als een lijdensweg, dat het ook maar net is vanuit waar je dat dan beziet. Exact, exact. Ik denk dat, dat er niet zo vreugdevol is om anderen ten zegen te zijn. Ja, dat is veel mooier dan het nirvana. Ja. Oké, een volgende vraag is een beetje een ander onderwerp. Over wetenschap en geloof. De vraag is, waarom gaat de wetenschap en het geloof vaak tegen elkaar in? En dan een voorbeeld. De aarde is volgens de Bijbel in 6 dagen gecreëerd door een god. Echter, de wetenschap spreekt over miljarden jaren. Ja. Ja, dat is omdat mensen vanuit hun eigen beperkt standpunt redeneren en niet bereid zijn om het standpunt van een ander te overwegen. Kijk, als we het hebben over ware wetenschap, dus met een hoofdletter W, ware filosofie en ware religie, dan zouden die nooit met elkaar in strijd zijn. Kijk, wetenschap geeft antwoord op de vraag hoe iets in elkaar zit, hoe is het? Filosofie, waarom is het zo? En religie geeft antwoord op de vraag waartoe? Hè? Wat is de zin ervan? Het zijn 3 verschillende vragen. Dus het zijn 3 verschillende aspecten van het menselijk bewustzijn. Die, als ze met elkaar in strijd zijn, jij eigenlijk zo diep moet nadenken dat je tot een consensus komt. Want als ze met elkaar in strijd zijn, dan hebben we niet met waarheid te doen. Want al die aspecten moeten met elkaar synthetiseren. Die moeten hetzelfde zijn. Het zijn 3 perspectieven, maar ze mogen niet strijdig met elkaar zijn. Dat dat nu wel gebeurt is ten eerste omdat de huidige wetenschap vaak, denk ik, een materialistisch standpunt inneemt. Ja, dus alles wat je niet ziet bestaat niet. Dat de meeste religies gebaseerd zijn op dogmatiek. En een dogma wil zeggen dat je wat je denkt niet ter discussie stelt. Ja, dan valt er ook weinig te praten met elkaar. Maar als men meer openheid zou hebben en met elkaar werkelijk zou praten en dus het eigen standpunt niet als een hypothese naar voren brengt, wat wij vanuit de TCI altijd doen, we zeggen altijd, dit zijn hypothesen, geloof ons niet, maar denk erover na. Dan zou je, als je goedwillende mensen bij elkaar zet, tot een overeenstemming moeten komen. En er zijn een heleboel goede, ware wetenschappers die ook religieus waren. Denk aan Einstein of zo, maar er waren ook natuurlijk een hoop religieuze mensen die ook het wetenschappelijke element natuurlijk in zich en het filosofische element in zich ontwikkeld hadden. Ons streven als theosofen is al die 3 aspecten in onszelf tot ontwikkeling te brengen. Ja, en dus niet eentje negeren of eentje elimineren, want dan word je eigenlijk kreupel in je denken. En dat leidt uiteindelijk tot scheefgroei en tot dogmatiek. Ik heb hier nog weer een vraag die weer een ander perspectief aanboort. Kan je spreken... Is bezield op zo'n manier geschreven, dus be, en dan ziel met een hoofdletter, z. Je viel eventjes weg, Lalibel. Kan je hem herhalen? Ja, zeker. Dus dit is een vraag weer over een ander onderwerp. Kan je spreken over bezielde plekken? Waarbij bezield op zo'n manier geschreven is dat het met een hoofdletter Z is. Dus dat de ziel wat meer nadruk krijgt. Dus kun je spreken over bezielde plekken? Straks in het derde deel gaan we daar wat dieper op in, denk ik. Maar inderdaad, dat kan. Dat kan. En dat is natuurlijk vaak afhankelijk van de stroom van energie, spirituele energie die over de aarde gaat, maar dat komt in het derde deel. En het is ook afhankelijk van de mensen die op die bezielde plek wonen of leven. Maar ik stel voor dat deze vraag, als die niet in deel 3 beantwoord wordt, dat die dan opnieuw gesteld wordt, want dan, anders ga ik alles wat ik straks wil gaan zeggen, niet op prijs geven.
Oké, ik heb hier dan nog een vraag over het astrale. Het astrale, dat zijn toch de schillen die overblijven na de eerste dood en daarna volgt de tweede dood? Kijk, het astraal is een algemeen woord, hè? Zoals materie een algemeen woord is. Hè? Astraal is materie, zij het iets etherischer. En in feite dat astrale, alles wat niet de grofstoffelijke toestand heeft, hè, dus de toestand van stof die wij kunnen waarnemen, noemen wij in feite astraal. Dat betekent lichtgevend, schitterend en zo. Dus het gaat van, je zou kunnen zeggen, het hoge fysieke gebied, het ons zintuigelijk waarneembare, tot aan de geestelijke sferen. Het is een soort tussengebied en dat heeft een verschillende gelaagdheden, verschillende afdelingen. Dus als de mens sterft, dan zou die eerst zijn fysieke lichaam achter zich laten. Hè? Dat wordt dan gecremeerd of gaat de grond in. Maar dat is het eerste wat we achter ons laten. En dan heb je die lagere elementen, dus de lagere gedachten, persoonlijke gedachten, begeerten en zo. Die worden in een onderafdeling van het astrale gebied achtergelaten. Het kama, het begeertegebied van het astrale. Ja? Dat zijn dus alle lagere persoonlijke elementen. En dan gaat de mens naar die geestelijke gebieden, althans wat daarover is, het geestelijke aspect gaat naar de geestelijke gebieden voor zijn geestelijke toestand daar, hè? De toestand na de dood, Devachan. Dus dat vindt wel plaats, dat afwerpen van die lagere elementen in Kamaloka, hè? In het astrale gebied, dat Kamaloka heet. Maar je kan niet zeggen dat dat identiek is aan het astrale. Ja? Nog een extra vraag over dat astrale. Het is een concrete vraag. Of het astrale effect ook in foto's te zien kan zijn. Als een soort van gewaarwording. Van bijvoorbeeld een vorig leven. Of herkenning ook na duizenden jaren. Of emotie. Ja, een foto van dit gebied? Of wordt er bedoeld met een foto in het astrale? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk een concrete foto. Dus echt gewoon echt als er een foto wordt gemaakt, of je dan daar ook iets mogelijk van zou kunnen zien. Maar Erika, als ik dat verkeerd begrijp, dan vul het gerust aan in de chat. Nou, wat ik kan zeggen is dat astrale gebied, dat wordt een beeldengalerij genoemd. Hè? Een beeldengalerij, omdat al onze gedachten en al onze daden een indruk daarin maken. Dus als je daar gevoelig voor bent, als je sensitief bent, dan kan je dus in die beeldengalerij indrukken vinden van jezelf en van dingen waarmee je verbonden bent. Je zou natuurlijk naar dat deel gaan waar je psychomagnetisch toe aangetrokken wordt. Alleen, het is een gebied waar, zoals mevrouw Blavatsky dat zo mooi zegt, waar onder elke bloem een slang schuilt, hè? Het is dus een gevaarlijk gebied waar je veel makkelijker nog dan in het fysieke de weg kan kwijtraken. Dus als je niet volledig je meester bent over jezelf, dan is het niet echt verstandig om er naartoe te gaan. Of je nou van dat astrale gebied, vanuit het fysieke gebied, een foto kan maken, dat lijkt mij niet echt waarschijnlijk, omdat zeg maar de toestand van de stof, astrale stof, anders is dan de foto's die wij maken van dit gebied. Want die foto's, die apparaten, die fototoestellen of die telefoontjes, die zijn gemaakt van stof van dit gebied. En ze corresponderen dus met de beelden van dit gebied. Je zou dus een astraal fototoestel moeten hebben. En dat hebben we niet. Kijk eens, we vertoeven allemaal natuurlijk in het astrale. Ja? We zwemmen er voortdurend in. Al onze gevoelens, al onze indrukken die we opdoen, de gedachten, dat is allemaal een onderdeel van dat astrale gebied. Alleen, we nemen het waar, niet met onze fysieke zintuigen, maar met onze innerlijke zintuigen. Dat is dat voorbeeld wat ik gaf als je in een huis binnenstapt en je voelt, hey, dat is lekker. Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik voel me dan meteen thuis. Nou, dat zijn astrale invloeden die je via je astrale apparaat tot je neemt.
En het omgekeerde doet zich natuurlijk ook voor. Ja, oké. We gaan een beetje van hot naar her. Nog weer een vraag van een andere orde. Het gaat eigenlijk nog terugkomend op die vraag over dat God niet kan creëren. Daar is een vervolg op gekomen. Zijn wij als het ware de manifestatie van God? Omdat God niet kan creëren, doet hij of zij dat zeg maar door ons. En God ziet deze persoon trouwens niet als een alomvat... even kijken hoor. God ziet deze persoon... Deze persoon ziet God als een alomvattend bewustzijn of een bron. Dus zijn wij de manifestatie van God? Omdat hij dus niet kan creëren, doet hij dat door ons? Laat ik daar heel voorzichtig antwoord op geven. In eerste plaats, dat is niet volgens ons een alomtegenwoordig, allesomvattend wezen dat God heeft. Dat zou een contradictie zijn, want een wezen is altijd begrensd. Hoe groot en uitgestrekt het voor ons ook mogen zijn. Dus er bestaat wel een grenzeloos beginsel, hè? Daar gaan wij vanuit als ons uitgangspunt, maar dat is geen wezen. Maar goed, een God, ja, doet uit zichzelf een stroom van bewustzijn voortkomen, schept daarmee een magnetisch veld, waarop andere wezens, die tot diezelfde karakteristiek behoren, zich kunnen manifesteren. Die wezens doen uit zichzelf, en dan praten we misschien over een supergod en dan goden, die wezens doen uit zichzelf ook een veld creëren, emaneren, zo heet dat, hè, waarop andere wezens aangetrokken worden. En die wezens enzovoort. Dus je kunt niet zeggen dat wij letterlijk uit die god voortvloeien, maar wel dat wij binnen het bewustzijnssfeer of het bewustzijnsgebied dat uit die God voortvloeit, dat die God emaneert, ons bestaan hebben, leven. Of zoals dat in de Bijbel staat, in een van de brieven van Paulus, in het leven we, zijn we en hebben we ons bestaan. En dan zou ik een vergelijk maken, dan wordt het misschien wat duidelijker. Het is precies hetzelfde wat wij mensen doen. Wij creëren een veld, een magnetisch veld, waarop talloze miljarden, triljarden wezens leven. Namelijk al de cellen van ons lichaam. Alle atomen die cellen samenstellen. En dan praat ik nog ineens over de gedachten die we denken en alle niet zichtbare levensatomen, levende bouwstenen die ons maken. Dus wij creëren ook dat veld. Nou, binnen, laten we eventjes voor het gemak een grens nemen, de zon. Binnen het spiritueel, psychologische, materiële veld van de zon, dat de zon emaneert, kunnen planeten leven. En binnen die sfeer van die zon en die planeten, de planeet Aarde bijvoorbeeld, kunnen wij leven, hebben wij ons bestaan. En wij weer creëren een veld, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet, het is een majestueuze eenheid, waarin alles met alles samenhangt, waarin alles van elkaar afhankelijk is, want wij zijn als het ware een onmisbare bouwsteen in dat goddelijke wezen dat de zon is. Wij zijn daar een levensatoom in, zoals een atoom in mijn linkerpink mij helpt om dat voertuig te vormen, zodat ik ervaring kan opdoen. En zo hangt alles met elkaar samen tot een gigantisch web van leven, een web van wezens waarin alles niet alleen met elkaar samenhangt en van elkaar afhankelijk is, maar ook alles in een opgaande beweging steeds meer bewustzijn uit zichzelf tot ontwikkeling probeert te brengen, dus steeds wijzer wordt, steeds groeit en zo. Dat is het plaatje van de theosofie in enkele zinnen. Ja? Ja, inderdaad. Dat is een heel beeld in een paar zinnen, inderdaad. Er is nog een vraag die eigenlijk hieraan gehaakt is. Dat is namelijk of dit verhaal zeg maar ook verwant is met het begrip avatara, wat neerdaling of afdalen betekent. Ja, ook daar zouden we op zijn minst één lezing over kunnen geven over het begrip avatara.
Maar een avatara is een van die wijze mensen die in een heel nauw samenwerkingsverband met een hoger wezen werkt. Laat ik het voorbeeld van mevrouw Blavatsky nemen. Mevrouw Blavatsky was een in Rusland, tegenwoordig Oekraïne, geboren vrouw, hoogontwikkelde vrouw, had in vele levens natuurlijk al spiritualiteit ontwikkeld, mededogend, hoge mate van wijsheid. Die werd gebruikt, vrijwillig, samenwerking, door een nog hoger wezen dan zij, een meester of een supermeester, Mahatma, naam doet er even niet toe, die haar als een voertuig gebruikte, opdat die een bepaalde invloed in de wereld kon doen uitgaan. Nou, dat is een avatar, een tulku. Soms zijn er nog drie wezens, dan wordt het nog iets ingewikkelder, maar laat ik even beperken tot twee. Het is eigenlijk hetzelfde als iemand die op een negatieve wijze een ander hypnotiseert en dus andere dingen laat doen. Gelijk dat beeld er weghalen, want dan gebeurt het onvrijwillig. Maar hier was het dus een samenwerking tussen twee wezens vrijwillig, waar de ene dus het voertuig, het instrument was, van het andere, het verder ontwikkelde wezen, het halfgoddelijke wezen. En die twee tezamen noem je een avatar of een tulku. In Tibet noemen ze dat tulku. Ik weet niet of dat de vraag beantwoordt, want daar zat nog iets anders bij, geloof ik, hè? Nou ja, het maakt denk ik niet uit, want het beeld wordt denk ik wel duidelijk. En ik zou misschien ook zeggen, als je er meer over wil weten, dat we superveel video's hebben op ons kanaal. En daar zijn ook nog wel lezingen over avatara's. Dus misschien is dat ook nog wel een tip. Anders kan ik ook nog wel wat in de chat zetten dadelijk. Ik heb er nog twee, even kijken hoor, zo ik zie. Ja, misschien is dit wel een aardige volgende. Hoe zit het met het grote kwaad waarvoor in heilige boeken gewaarschuwd wordt? Is dat een uiterlijke kracht die lokt en verleidt, of is die slechts innerlijk? Dat is ook weer zo'n typische misvatting voortkomen uit het feit dat je de dingen buiten je plaatst. Er bestaat geen groot kwaad. Er is ook geen groot goed. Kwaad en goed zijn relatieve begrippen. Kwaad en goed zijn relatief, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Wat sommige mensen kwaad noemen, is voor andere mensen helemaal niet zo slecht. Dus die twee woorden zou je in een theosofisch boek nooit kunnen lezen. Wij zouden ze nooit gebruiken, omdat we veel liever de andere woorden gebruiken die veel scherper aangeven waar het om gaat. Namelijk zelfzucht en onzelfzuchtigheid. Of persoonlijk en bovenpersoonlijk. Er is geen duivel en er is eigenlijk geen goede God. Er zijn geen absolute krachten. Absoluut is niks in het universum, behalve het grenzeloze. Maar de rest is altijd relatief. Nou, wat wij in het algemeen kwaad noemen, is zelfzucht. Jezelf voorop stellen. Ikke. Daar komen dingen uit voort die mensen doen lijden. En wat wij in het algemeen goed noemen, is onzelfzuchtigheid. Bovenpersoonlijkheid, jezelf niet centraal stellen, uitgaan van het geheel, uitgaan van de totaliteit, ethiek, liefde, wijsheid, het hart van het universum. En dat zijn relatieve begrippen. Wat voor mij het toppunt van onzelfzuchtigheid is, is voor een Boeddha, die veel verder is dan ik, misschien toch nog een klein beetje zelfzuchtig. Ja, er zitten toch wat elementjes in? Ja? Relatief. Alleen voor mij, op dit moment, is het beste wat ik kan doen. En zo zie je dat die begrippen relatief zijn. En eigenlijk is dat woord goed en kwaad niet te hanteren. Maar gebruik je zelfzucht en onzelfzuchtigheid. Dan kan ieder voor zichzelf haarfijn vaststellen. Haarfijn. Door de toetssteen persoonlijk en bovenpersoonlijk te gebruiken. Of die iets doet of denkt voor zichzelf. Of voor het totaal. Soms spelen natuurlijk beide motieven een rol. Kan. We zijn lerende wezens. We zijn nog niet helemaal bovenpersoonlijk geworden. Maar dat kan je voor jezelf vaststellen. Oké. Ik heb nog één vraag. Die gaat nog weer even terug naar het Adam en Eva verhaal.
Als de slang Eva heeft aangespoord om van de boom van kennis goed en kwaad te eten, is de vrouw dan eigenlijk juist degene die de kennis doorgeeft? En is Eva dan dus juist een goed persoon? Klopt dat? Nee, want dat hele idee van Adam en Eva als een mannetje en een vrouwtje is een exoterische interpretatie. En we praten hier over een mens of de mensheid die twee kanten heeft. Er is nog helemaal geen, het gaat helemaal niet om uiterlijke geslachten, zeg maar. Er is een ontvankelijke kant en een meer actieve kant. En de ontvankelijke kant, die werd aangesproken door de slang, door de Manasaputra's. Ja, dus dat woord rib is ook een verkeerde vertaling. Het is aan de zijde. Hij, dus de vrouw, het vrouwelijke element, het ontvankelijke element, werd aan de zijde van het mannelijke element geplaatst. Ja, dus het zijn eigenlijk, in ons diepe bewustzijn zijn we nog vrouw, nog man, maar zijn we heel diep seksloos. En later had je dan twee geslachten en nu, door die gescheiding van die geslachten, zijn we of man of vrouw. Maar dat is alleen maar in onze uiterlijke natuur. Want in onze innerlijke natuur zijn we nog man, nog vrouw, maar zijn we mens. En hoe meer mens we zijn, hoe minder man of hoe minder vrouw we zijn. Dus ook daar moet je goed bij oppassen of het nou werkelijk een vrouw of een man is. Of is de betekenis iets anders. Het vrouwelijke, het ontvankelijke element, passieve element en het actieve element. Ja. Oké, ik denk dat we zo wel rond waren. Erika, als die vraag over dat astrale effect nog niet duidelijk is, dan stel hem gerust voor de volgende vragenronde nog. Oké, dankjewel Lalibel. Dankjewel vragenstellers. We zijn altijd blij met vragen, want dan kunnen we nog meer vertellen. En daar gaat het ons om. Om die esoterische wijsbegrip te verspreiden. Maar we gaan eerst naar deel 3 van de lezing.